FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Scotch Whisky Investments. Op de warmste dag van het jaar start de FC Volendam de oefencampagne met een wedstrijd tegen SVZW. Op het warme kunstgras was FC Volendam heer en meester zonder veel kansen te creëren. Een van de weinige kansen in de eerste helft was van Derry John Murken, maar hij raakte hier de bal net niet goed genoeg. Na krappe kwartier spelen wordt Ibrahim El Kadiri weggestuurd. Hij is hier eerder bij de bal dan doelman Bakker en kan eenvoudig de openingstreffer maken. 0-1. Vijf minuten later krijgt hier LaQuincio Zeefuik nog een grote kans, maar zijn inzet gaat over. Pas in de tweede helft kwam FC Volendam pas echt lekker op stoom. Henk Veerman onderschept hier de bal. Robert Muren geeft hem uitstekend mee aan Darius Johnson en zijn inzet wordt in de rebound binnengeschoten door Ezekiel van Muele. Nog geen minuut later kopte hier Robert Muren de fraai getrapte corner van Imran Nazi in de bovenhoek. 0-3. 10 minuten later opnieuw een corner voor FC Volendam. Henk Veerman is dit keer degene die hem binnen weet te knikken. 0-4. 3 minuten later, in de 59e minuut, hier een prachtige paas van Flip Klomp op Imran Nazi. Hij legt de bal keurig af op Darius Johnson, die eenvoudig binnen kan tikken. 0-5. In de 67e minuut hier een keurige dieptebal van Henk Veerman op Imran Nazi, die de bal fraai over doelman Bram Muis lift. 0-6. Waren de mannen van SVZW dan helemaal niet gevaarlijk? Jazeker wel. Hier in de 77e minuut mochten de supporters juichen voor Maarten Jansen, die de eer redde in een prachtig doelpunt. 1-6. 10 minuten later is SVZW opnieuw gevaarlijk, maar Keen van Oevelen redt knap. In de slotfase van de wedstrijd nog een corner voor SVZW. Maar ook deze bal wordt knap van de lijn gehaald door Van Oevelen. Eindstand 1-6. Vanaf komende maandag werkt FC Volendam een trainingskamp af in het Zeeuwse Renesse. Op zaterdag ontvangt het in Alkmaar KAA Gent uit België. Kaarten voor dit duel zijn te koop via fcvolendam.nl/tickets.